Hallo, ik ben Ilse van der Meijdenberg, 32 jaar jong en ik ben een nieuw ledenraadslid van AB Werkt Zuid-Nederland. Ik ben ingestapt als ledenraadslid van AB Werkt Zuid-Nederland omdat ik het belangrijk vind dat de bedrijfsverzorging in de agrarische sector kan blijven bestaan. En AB Werkt treft hier goede voorzieningen voor en deze moet gecontinueerd worden. We hebben een melkveebedrijf in Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, met 180 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Dit jaar met corona is alles meegevallen omdat de koeien gemolken moesten worden en een eten moesten krijgen. En daardoor is er bij ons dit jaar weinig veranderd, behalve dat er minder adviseurs op ons erf konden komen. Ik zie de toekomst met spanning tegemoet, maar ook met kansen. En ik hoop dat ik het bedrijf wat mijn ouders opgebouwd hebben voort kan zetten. Ik ben Julian Hendricks, ik ben 44 jaar en ik ben het nieuwe lid van de ledenraad van AB Werkt. Ik ben benaderd door collega geithouder en lid van de ledenraad John van Durk. En ik vond het wel een uitdaging om lid van de ledenraad te worden, omdat ik zelf 14 jaar in dienst geweest ben bij AB Brabant. En op deze manier blijf ik toch betrokken bij AB Werkt. We hebben hier een melkgetenbedrijf met een 1200 melkgeten en een 30 hectare land. Het werk met geiten is heel uitdagend, het is heel afwisselend. Het is alleen wel ontzettend arbeidsintensief, vandaar dat personeel voor ons ook ontzettend belangrijk is. De bedrijfsvoering in deze coronaperiode is soms best lastig, omdat het leveren van sommige producten uitblijft. En ook hebben we al te maken gehad met uitval van personeel, omdat er coronabesmetting was binnen het gezin van een personeelslid. De toekomst van de geithouderij zie ik zeer positief in. Vooral omdat er ontzettend veel vraag is naar producten, naar geitenzuivelproducten. En met name op het gebied van poeder en babymelkvoeding. Ik ben Joep van der Bol, 35 jaar oud, uit Neer, Midden-Limburg. En ik ben een nieuw ledenraadslid voor AB Werkt Zuid-Nederland. Ik ben ingestapt als lid van de ledenraad omdat ik meer inspraak wil. Onze sector is sterk aan het veranderen, zeker wat personeel betreft. Nationaliteiten veranderen, de werkzaamheden veranderen, de wil om te werken verandert. En ik wil als persoon daar ook mee de inspraak in hebben. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer geweest om in te stappen in de ledenraad. Wij hebben hier een biologisch tuin-akkerbouwbedrijf op ongeveer 40 hectare grond. En zoete bataat is eigenlijk ons hoofdgewas geworden de laatste jaren. Maar wij telen ook alle soorten kool, alle soorten sla, pompoenen, courgettes, normale aardappelen en primeur aardappelen, vroege uien, vroege prei. Afgelopen jaar hebben wij ook weer met AB mensen aan het werk gehad, ook gedurende de coronaperikelen. Ja, het viel in het begin alles niet mee. Er was slecht aan mensen te komen. Dat hebben wij deels weten op te vangen door de schooljeugd die thuis zat, door die te laten gaan werken. Dat is redelijk goed gelukt en naarmate dat het seizoen vorderde kregen we ook steeds weer mensen weer tot de beschikking en waren onze gaten gevuld en hebben we ons werk kunnen doen. Ik zie de toekomst rooskleurig in. We merken toch een sterk groeiende vraag naar onze biologische producten. Wij zijn wel altijd weer aan het zoeken naar nieuwe producten. Zo zijn we ook met die zoete bataat begonnen en zijn het nou aan het uitbouwen. Maar we zijn daarnaast weer aan het kijken naar wat is er nog meer mogelijk. Ja goed, de mensen zijn steeds bewuster met eten bezig, dus ja, ik zie de toekomst positief in.